De bestrijding van laaggeletterdheid en de jeugd aanzetten tot lezen heeft een grote prioriteit bij het Beuningscollege. De komende vier jaar wordt daar 75.000 euro voor uitgetrokken. Wethouder Hans Driessen is nauw betrokken bij de projecten rondom laaggeletterdheid. Wij weten dat als je laaggeletterd bent, dat je beperkingen hebt om in de samenleving te functioneren. Als je niet kunt lezen, als je geen recepten kunt volgen, als je simpele opschriften soms al niet kunt volgen in de openbare ruimte. Je kunt geen krant lezen, je kunt geen ondertiteling lezen op televisie. Dat belemmert je in een goed leven. Anders dan dat de meeste mensen denken, zijn de meeste laaggeletterden autochtone Nederlanders die hier geboren en getogen zijn, hier ook al lang leven. En op een of andere manier uh, tijdens hun uh, leven de vaardigheid niet hebben opgedaan om goed te kunnen lezen. Uh, wij merken dat uh, in toenemende mate, en dat komt omdat we er meer aandacht aan besteden dan vroeger. Op basis van algemene cijfers, 1 op de 9 mensen is laaggeletterd. Dat wil zeggen dat er hier in onze gemeente ongeveer 2000 mensen laaggeletterd moeten zijn. We gaan een aantal nieuwe activiteiten opzetten, uh, en dat zijn er een uh, drietal. In de eerste plaats gaan we. Samen met de bibliotheek en de welzijnsstichting Perspectief, die heel goed meewerken bij ons. Een formulierenbrigade inrichten om mensen die laaggeletterd zijn te helpen om formulieren in te vullen. Of dat nou uh, digitaal is of op papier, dat maakt niks uit. We gaan werken met het project Boekstart. Dat is dat in kinderopvang aan kinderen beter uh, voorgelezen kan worden. En tenslotte de Voorleesexpress Express, om uh, ouders die moeite hebben met uh, lezen te helpen aan hun kinderen iets voor te lezen. Mensen schamen zich er vaak voor dat ze niet kunnen, goed kunnen lezen en schrijven. En daarom hebben we met onze partners hier in Beuning al een heel netwerk opgezet van deskundigen. die geschoold zijn om laaggeletterdheid te herkennen. Je kunt daarbij denken aan de medewerkers van de gemeente, sociale zaken, maar ook mensen die aan de balie werken. De onderwijsgevende op onze basisscholen, medewerkers van de stichting Perspectief. en dadelijk ook de praktijkbegeleiders bij de huisartsen. waar ook nogal veel mensen over de vloer komen. om allemaal. Gevoel te krijgen voor hé, hey, als ik dat of dat zie, dan zou iemand lager letterd kunnen zijn. En dan ook de veiligheid hebben om daar met iemand over in gesprek te gaan. Want dat is vaak ook erg moeilijk.